sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. I woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be. We zijn hier vandaag te gast bij Margreet Knol. Oké, Margreet. En waar heb je last van of had je last van? Ik ben met jullie in contact gegaan omdat ik last heb van enorme spasmen. Van zowel buig- als strekspasmen. Omdat ik een incomplete dwarslesie heb vanaf torenkale 7. En ik eigenlijk voor een baclofenpomp moest. Een operatie. En toen ben ik dit gaan proberen. Een baclofenpomp, dat is zo'n pompje die een verdovend middel... Die direct naar in het ruggenmerg, ja. Je krijgt linksonder in je buik krijg je dan de pomp geplaatst. En dat gaat met een slangetje naar je ruggenmerg. En dat geeft dan medicijnen af in een veel lagere dosis als dat je het zo inneemt. Maar toch met wel alle bijwerkingen die je ervan kan hebben. Zoals? En, wat voor bijwerkingen? Suf. Suf? Ja. Oh. Want ik weet wel dat ik nu met de THC en de CBD-olie aan de gang ben. En dat ben ik nu bijna 2 jaar. Dat ik een stuk helderder weer ben. En dat ik weer eigenlijk mijn oude zelf ben geworden. Want door de medicijnen die gestopt zijn, kom je erachter dat dat toch wel heel versuffend werkt allemaal. Ja, en hoe kwam je aan die dwarslesie? Dat is in 81 gebeurd door de bevalling. Van mijn zoon. Zware bevalling. Te zware bevalling. Hij, dat was een te groot kind. Hij was 10 pond en 56 centimeter. Zo. En ik lag al 3 maanden vanwege de hoge bloeddruk daar in het ziekenhuis. En nou ja, dat ik zover was dat ik aan het bevallen was. Toen wilden ze ingrijpen met de keizersnee. Toen zat hij te ver in het geboortekanaal. Dus ze hebben hem eigenlijk met grof geweld ter wereld getrokken. Twee hebben er op mijn buik staan duwen en... De ander, de gynaecoloog, heeft de vacuumpomp op zijn hoofd gezet. En, met 1 voet tegen het bed. En zo is Ronald geboren. Ja, daar krijg je ook zo'n punthoofdje van. Hè? Het gaat wel weg, maar het ziet er heel raar uit. Nou ja, bij hem heeft het wel een beschadiging gegeven, want hij is gehandicapt. Oh ja? Ja, hij heeft een hersenbloeding gehad kort na de geboorte. Zo. En daardoor, en het eerste jaar is er niet onderkend geworden dat hij een waterhoofd ontwikkelde. Dus daardoor heeft hij ook zijn verstandelijke beperking opgelopen. Oh, oké. Okay. Dus vervelend. Zijn alle twee niet goed uit de strijd tevoorschijn gekomen. Ja. En daar heb je dus al die pijn aan overgehouden? Ja, daar heb ik alle ellende eigenlijk van overgehouden. Het is begonnen met een klapvoet, totdat ik nu sinds 2 jaar ook in de rolstoel zit. En daardoor, eigenlijk minder mogelijkheden heb tot bewegen en zo. Mm-hmm. En als ik aan de baclofenpomp had begonnen, dan had ik ook niet meer kunnen staan. Dan had alles met de tillift gemoeten en zo. Oh, ja. En nu heb ik mijn staafunctie behouden. Ik kan niet meer lopen. Je kan dan niet meer staan als je baclofenpomp ingeplanteerd krijgt? Nee, omdat het te veel stil ligt, zeg maar. Oh, ja, ja, ja. Het verlamt eigenlijk. Ja. En ja, dat... Dus dat zorg dat je spasmen niet meer hebt ook. Ja, dus dat was een bepaald ding dat je echt wel wilde vermijden als het even kon. Ja, zolang ik ze innam, de tabletten. Ja. Maar daar reageerde ik niet meer afdoende op. Dus ondertussen had ik andere medicatie allemaal uitgeprobeerd. En eigenlijk reageerde ik op geen van de medicijnen meer afdoende. Te veel last, 's nachts wakker. Vanaf torenkale 7 tot beneden had ik spasmen. Ook in buik en maag en... Ja, mijn benen gingen, balletuitvoering had ik s'nachts, zeg maar. Ik had gewoon hele dansen. Hoe vaak had je dan spasmen? Nou, s'nachts was het, met alle gevolgen. Slecht slapen? Slecht slapen. Krijg je ook weer pilletjes om te slapen? Nou, dat heb ik niet gedaan, maar ja, dat hoort er dan. Schop je je partner zowat het bed uit, bij wijze van, omdat je aan het spassen bent. Ja. Ja, en toen... hebben wij voor 2 jaar terug dat artikel in de krant gelezen, in de lokale weekblad van jou. En toen zijn we ons erin gaan verdiepen. En toen heb ik via de mail contact gezocht met jullie en heb ik een indicatie gedaan. En toen ben ik aan de THC en de CBD-olie begonnen en ik moest dus echt wel die combi hebben.
Heb je intake gedaan en dan word je, werd je erkend door ons als patiënt. Ja, als patiënt. En dan vonden wij het maar verantwoord om je aan de TSC te helpen, wat eigenlijk illegaal is. Ja. 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 En ik heb het wel overal gewoon gezegd. Ik heb het zowel bij de huisdokter staat het vermeld, bij de apotheek, in het ziekenhuis als ik bij de revalidatiearts kom. En nou ja, die zei zelf van... Wat stom dat ik het zelf niet bedacht heb. Hij zegt, want ik had het kunnen bedenken, want met roken, zegt hij, helpt het voor spasmen. Oh, oké. Dus die waren eigenlijk, was er geen één echt negatief. Nee, nee. Dus nou ja, ik ben gewoon mijn ding gaan doen. En ik ben gewoon langzamerhand gaan stoppen met medicijnen. Ik kon stoppen met amitriptyline tegen zenuwpijn, want dat had ik er dan ook van. Ik kon stoppen met de ubobrufen, 600 milligram twee keer daags. Ik kon stoppen met de vier keer daags twee tabletten paracetamol. En vorig jaar ben ik gestopt met de bloeddruk verlagen. Want ik had ook hoge bloeddruk. En met de spasmemedicatie. Hoe hoog was je bloeddruk en hoe hoog is hij nu? Hij is nu 120 over 80. Zo. En hij was 160-100. Dus dat, ja... Goh, en lag dat aan de olie of was dat de bijwerking van de medicijnen? Wat? Dat die gezakt is? Dat die bloeddruk zo hoog was, ja. Nee, dat was van mezelf. Toen. En daardoor had ik medicatie gekregen. Een hydrochlortiazide, dat is een plaspil. En metoprolol, sucretat. Dat moet die bloeddruk dan je laten. Je weet er behoorlijk wat vanaf, hè? Onderhand van al die pillen. Ja, maar dat komt misschien ook omdat ik ziekenverzorgende ben van mezelf. Ah, oké. Okay. Dus okay. Ja, dan... Goh. Heb je natuurlijk toch ook... Maar wel heel deskundig dus op het gebied van je weet wel nagaan wat er met je gebeurt en wat het met je doet. Ja, maar het overkomt je wel hoor. Mm-hmm. Het is niet zo dat je, omdat je die achtergrond hebt van... dat je daar zoveel voordeel aan hebt. Nee. Maar wel inzicht. Ja, wel inzicht. Okay. Ja, dat dus is waar. Je kreeg toen die TRC via ons. En hoeveel gebruik je daarvan? Hoe ging dat? Nou, jullie zeggen dan dat je het moet gaan uitproberen om je grens op te zoeken. Dat heb ik niet gedaan. Oei. Ik ben gewoon begonnen. Ik heb gewoon s'avonds 4 druppels genomen en met naar bed gaan. En ook CBD, gewoon 3 druppels. Ik denk, ziet wel. En hoe ging dat? Nou, prima. Ik had nergens geen last van. Dus ik denk dat ik een hele hoge tolerantie heb. Misschien wel door de medicijn gebruik. Ja. Ik weet het niet. Dat zou heel goed kunnen, En 's ochtends, als ik dan uit bed kom, dan neem ik ook nog... 2 druppels THC. Gelijk 's ochtends? Ja. Zo, stevig. En 2 druppels THC en 3 druppels CBD. En word je daar dan niet high van, zeggen ze? Nee, ik merk er helemaal niets van. En je hebt natuurlijk liever kijkers die zeggen, is die mevrouw niet verslaafd? Nee, want ik vergeet het af en toe. Is dat niet een bijwerking van het product dan, dat je het vergeet? Nee, dat is geen bijwerking van het product dat ik het vergeet. Okay. Nee, want eigenlijk moet ik eerlijk bekennen, ik was anti... CBD en THC, zeg zoals maar, althans, het hoort, zoals het hoort, zoals je grootgebracht wordt, hè. Ja, en ook nooit wat uitgeprobeerd. Ach. Dat heb ik ook nooit gedaan. Ik wens het je van harte toe, dat je een keertje high wordt. Kom me gelijk interviewen. Ja, dan, nou, dan ga ik dat nog misschien een keer proberen. Want je bent nooit high geworden van de olie? Nee, echt niet. Oké. Dus je nam 4 druppels THC, een paar druppels CBD. En nou ja, dan ging ik naar bed. En ja, het werd, naarmate ik het langer gebruikte, werd het alleen maar rustiger. En ik moet nu zeggen, en in combinatie met de medicijnen die ik had, was het helemaal rustig. Maar nu zijn de medicijnen gestopt, omdat het ook mijn hartslag beïnvloedde, die medicatie. Dus toen zijn we gestopt, ook omdat de bloeddruk goed was toen. En ik moet zeggen, ik heb wel ietsjes meer last van spasmen, maar niet echt dat ik denk van, jongen, wat heb ik hier een last van? Ja. Yeah. Eigenlijk alleen als iets spannend is, zeg maar, zoals dit vond ik toch wel een beetje spannend. Interview, ja. Ja, en dan krijg je voornamelijk dan mijn rechterbeen alleen. Ja, dan gaat hij omhoog staan, het been. Heb je wel eens geprobeerd wat er gebeurt als je dan daarom wat CBD inneemt? Op dat moment, zeg maar. Dan word je rustiger. Ja, want CBD is spierontspannen, hè? Ja. En dat werkt in 5 minuten. Ja. Dus je maar kan ik eens kijken om of je dat kan maar hebben. Maar ik weet niet of ik nu... Want als ik alleen CBD-olie gebruik, gaat niet het spasme helemaal weg. En wel met die combi. Ja. Dus ik weet niet waarom dat
THC? Dat is omdat ieder mens anders is. Hè? Ja. En iedereen moet ook zijn eigen dosering zien te vinden en zijn eigen balans erin zien te vinden. Ja. En ja, dat is zo ontzettend persoonlijk. En ik vind dat heel mooi, want ik zeg er altijd van, dat is een van de redenen waarom cannabis en cannabisolie nooit echt een superpopulair medicijn gaat worden. Want artsen en instanties en de fabrikanten kunnen het moeilijk voorschrijven. Ze kunnen moeilijk de baas over je spelen. Ja. Want jij bent de baas over jezelf. Jij bepaalt zelf hoeveel je gebruikt en wanneer je gebruikt. En je kijkt zelf wat het met je doet. Ja. You're in control. En dat is heel wat anders als die pillen waarop staat wat je moet doen. Ja. Dus hiermee onttrek je een beetje aan de macht van de medicijnenindustrie en alles wat erbij hoort. Je gaat het zelf doen. Nou, ik moet zeggen, ik vaar er wel bij. Ik voel me 100% beter. 100%? Ja, echt waar. Ik had echt zoiets van, nou, met die pomp, ik zag het eigenlijk niet zitten. Kijk, je moet, iedere keer is het een stapje inleveren, hè, wat ik moest. En ja, iedere keer moet je daarmee dealen. En nou ja, dat het zover was dat ik dan echt in de rolstoel moest, dat ik dus echt niet meer kon lopen, geen stap kon zetten meer. Want hoe lang zit je in die rolstoel nu? Ik zit nu 3 jaar, denk ik, 2-3 jaar. Zo, dus vanaf 81 heb je het nog redelijk weten uit te zingen? Ja, dat is op wilskracht geweest. Dat zeggen ze ook. Dat is pure wilskracht geweest waarop ik het gered heb al die tijd. Yeah. Oh ja, je bent de vechter, hè. Dan, dan kom je eigenlijk wel een heel eind. Ja, totdat het op is natuurlijk. Yeah. En dan, dan houdt het op. Yeah. Okay. En dan verval je in de revalidatiecentrum om te kijken Of je inderdaad voor die pomp in aanmerking komt. Nou ja, dat maar dat heb je dus weten te vermijden. Ja. Nou, ik ben wel voor dat onderzoek geweest, 6 weken. Mm-hmm. En ik ben ook voor een externe plaatsing geweest van de baclofenpomp. Om uit te proberen of ik erop reageer. En dat doe ik, maar dan hou ik dus geen staaffunctie, niks meer over. Dus dan wordt het tilliftenwerk. Ja, en daar had ik geen behoefte aan. Want nu red ik mezelf. Ik doe mezelf wassen en aankleden. Zo. Ja. Dat red ik nu allemaal nog. En door die CBD en THC voelde ik gewoon dat dat beter ging als dat het ging. Dus ik heb gewonnen. En hoe voel je in je hoofd? Ik bedoel, THC is een ding dat je stemming verbetert. Merk je daar iets van? Of is het bij jou gewoon... Nou, ik ben vrij gelijkmatig van humeur. Ik heb niet echt... heel veel pieken en dalen, zeg maar. Okay. Maar ik merk wel dat ik met dit beter functioneer als met de reguliere medicatie. Want ja, dat heeft een suffel. Mijn man heeft gewoon, chef die zei het altijd tegen me, ik ben mijn greet kwijt. Die zegt dan altijd greet in plaats van Margreet. Oh. Die zegt ik ben mijn greet kwijt. En eigenlijk vanaf vanwege dat de ik... medicijnen? Ja, daar kwamen we achter. En vanaf dat ik dus nu op de THC en de CBD zit, is dat verbeterd. Ben je er weer? Ja, ben ik weer op deze aardbodem geland. Okay, ben mooi ik er weer vandaag bij? Ja. En vrienden, familie, kennissen, hoe vinden die dat? Er zijn er die sceptisch zijn. Mm-hmm. En er zijn er die ook aan de CBD zijn begonnen. Oh ja? Ja. Die het ook gingen proberen. Ja, en die voelen zich... mijn vriendin, was behoorlijk in de overgang. Ja. Yeah. En met alles wat erbij hoort. Ja. En dat denkt. En die heeft CBD-olie. En onrustig, heel onrustig was ze. En die is nu op 2x2 druppel CBD-olie. En ze heeft geen opvliegers meer. Ze functioneert en ze slaapt. En ze is niet meer onrustig. Zo. Dus het werkt. Ja. En ja, het is eigenlijk door mond-op-mond reclame dat het doorgaat. Ja. Bij haar op haar werk zijn er ook daardoor meer aangekomen. Dus. Ja, het is een volksmedicijn. En dat is maar goed ook, want de officiële medische industrie, om het zo maar te zeggen, die wordt steeds knapper, maar ook steeds duurder en komt steeds verder van de mensen af te staan. Ja. En het is goed als er een laagje tussen komt, waarbij de mensen leren zichzelf te helpen. Ja. Want je bent nu ook van plan om je eigen wietplanten te gaan telen? Ja,
Dat is wel de insteek. Omdat ik het toch wil blijven gebruiken. Ja, eigenlijk moet blijven gebruiken, wil ik zo blijven functioneren. Ja, en wij kunnen je niet eeuwig blijven helpen aan telen, want het is verboden. Ja. En als je het zelf gaat telen, dan zal geen rechter zijn die jou veroordeelt voor een paar plantjes in je tuin. Nee. Met jouw geschiedenis achter je ziektegeschiedenis, er zal geen rechter meer zijn die jou daarvoor veroordeelt. Dus dat verwacht ik ook niet. En als je het je artsen vertelt, weet je, en gewoon zegt van ik koop tot nu toe die THC, maar dat kan ook niet altijd maar doorgaan. En het is ook nog wel een beetje duur. Ja. En als ik het zelf teel, een zakje zaadjes, wat heb je hiervoor betaald? Deze waren 12 euro. 12 euro, ja. 5 stuks? 4 zitten er 4 in stuks. Deze. Oké. Okay. Ja. Dus dan heb je straks wietolie voor jou en de buren en de familie. Oh ja? Ja, ik heb geen idee hoeveel ik ervan... Nou kijk, een beetje planten in de volle grond, daar haal je een paar ons wiet vanaf. Ja. En een paar ons wiet, dat is 10% olie. Dus dat is 30, 40 gram olie. Oké. Okay. Snap je? En als je er 2 of 3 hebt van die planten, dat krijg jij niet meer op. Oké. Okay. Nou. Dus... Nou, dan kan ik een keer haai worden. Ja, wordt dat maar eens een keertje, want dat is best wel leuk. Ja? Oh, oké. Okay. Ja, daarom is het ook verboden, hè? Want, de mensen worden niet geacht ontspannen te zijn en naar hun zin te hebben en zo. Ja. En coffeeshops zitten altijd vol met lachende mensen. Dus autoriteiten, dominees en pastoren vinden dat heel dubieus. Die denken, vroeger zouden ze gezegd hebben van, dat kan niet goed zijn, dat is vast iets van de duivel. Ja, nou... Al die lachende mensen in zo'n koffieshop, dat kan niet goed zijn. Nee. Nou, en dat is gewoon een bijwerking van cannabis. En die kan je gewoon gebruiken. En doe het, want ook al zit je in een rolstoel, je voelt je dan heel tevreden en heel happy. En je hebt voldoende activiteit in je hoofd waar je je mee bezig kan houden. Ja. Alleen maar goed voor je. Ja, oké. Okay. Nou, gaan we het een keer proberen. Als iemand ziek is, dan is dat ook heel belastend voor de partner. Dus het is ook vaak interessant om de partner te horen over het effect van wietolie op een patiënt. Ja. En hier hebben we chef. Pardon van Greet. Onze ervaring, of mijn ervaring wat met haar is, toen zij nog aan de medicijnen zat. Het was geestelijk, was het niet met mijn vrouw. Ik kon vroeger dingen vragen en dat kon niet meer. Daar reageerde ze niet op. Ik kon er ook niet aanraken. Ik kon er gewoon heel simpel even aanraken. Zo. En je zag er al helemaal spastisch reageren. En het werd alleen maar erger. En ja, dus we stonden echt voor die keus. Er moest wat gebeuren. Dit kon niet anders. Alleen, die pomp, dat was het ook niet. Want het hield in dat ze niet meer kon staan. Zou het alleen maar erger worden? Zou het alleen maar erger worden. Alleen de spasme zal weg zijn. Maar dat houdt ook in dat de zelfstandigheid weg is. Ja. Dat zijn, de spasme weg is wel heel prettig. Maar de zelfstandigheid weg is niet zo geslaagd. Oké. Okay. Toen kwam ik een artikeltje tegen in een weekblad over... Dat was de nieuwe revue waarschijnlijk. Zou kunnen, was een weekblaadje of zo, die zaterdag, zondags thuis in de bus was gegooid. En dat bladerde ik door. En dan stond het in. Nou, dus ik heb dat gelezen. Ik ben absoluut anti-drugs en wiet en dat soort dingen. Zoals het hoort. En dus ik las dat zo. Maar ja, we stonden voor een punt. Er moest wat gebeuren. Maar wat ons aangeboden werd, vonden we eigenlijk niet geslaagd. En dus ik heb dat gelezen en ik heb het eigenlijk stilletjes onder haar neus geschoven en niks gezegd. Dus zij is gaan lezen ook en op een gegeven moment keek ze me aan. Dus ja, misschien is het wat. Toen hebben we er nog 2 weken over gedaan om jullie te gaan bellen. Zo waren wij dus eigenlijk anti. En op een gegeven moment zijn we voorzichtig. Heel voorzichtig waren we erin. We zijn het toch maar gaan doen. En ja, vanaf dat moment zie ik mijn vrouwen terugkomen. De spasme gaat minder. De geestelijke... gesteldheid, die kwam weer terug. Ik kreeg mijn vrouw weer terug. Zo. En dat is heel prettig. Oké. Okay. Om eerlijk te zijn. En gebruik je het zelf ook? Of heb je het wel eens geproefd? Ja, nou, ik gebruik CBD. Ik heb een ongeluk gehad. Dus ik heb een afwijking in mijn hersenen daardoor. En ik gebruik CBD. En dat blijft mijn... ik blijf rustiger daarin. Mijn denken heb ik onder bedwang nu. Eerst had ik mijn denken onder bedwang. Als er nou maar wat gebeurde, en dan bleef ik erover denken. En dan sliep ik gewoon niet. En nou kan ik dat... Ik heb dat nog wel hoor. Maar nou is het beheersbaar. Ja. Gewoon door die CBD. En dan kan ik gewoon wel slapen. En ik zei, nou stop ik ermee. Wat eerst niet kon, kan ik nou wel. Ja, dus het is hier eigenlijk een geoliede boel. Ja, absoluut. Ja. Ja. Het bevalt ons uitstekend. Zo van anti, zo
positiever over zijn. Ja, wij vinden het en nou ga je een plantage beginnen in de tuin. En dan ga je, nou, dat is wat de dagen, de stappen we hebben gemaakt. Hè. Dat is niet eenvoudig. Zie je wel. We gaan het wel doen. Ja, ja, ja. Oké, okay, nou, ik wens jullie veel succes ermee. Dank u wel. Gaat helemaal goed komen. Ja. Oké. Okay. And it's a beautiful day. Wil jij ook je ervaringen met andere patiënten delen? Ga dan naar mediwiet.nl en stuur ons een mail. Alvast bedankt! The wind is blowing, the bells are ringing, children playing in the park. Betaal de dealer niet, steel je eigen wiet. Doe dat! I am walking, and I am laughing, I am